De voorzitter van de culturele werkgroep Stijn, Servé Heying, heet gasten en muzikanten welkom bij het laatste concert van 2023. In 2024 wil men de belangstelling van de jeugd voor de concerten door middel van aangepaste muziek stimuleren. De muzikanten van Les Hautbois worden voorgesteld. Christine Keupens op de cor anglais. Thibaut Schildermans, hobo. Piet van Bokstal, hobo. Piet zal jullie door het programma leiden. En daarmee is mijn rol voor dit moment gespeeld. Aan u het woord en de adem. Dag dames en heren, een zeer goede middag gewenst, voormiddag gewenst. Thibaut, Christine en ik, wij zijn bijzonder verheugd dat we hier in dit stemmige kader mogen spelen, zoals wij dat zeggen in Vlaanderen, muziek spelen voor jullie. Ik denk, ondanks het feit dat u een eminent kennerspubliek bent, dat ben ik 100% van overtuigd, dat u deze setup waarschijnlijk nog niet veel in het leven zult ontmoet hebben of gehoord hebben. En als ik u dan ook nog vertel dat wij u vandaag twee originele werken voor deze bezetting geschreven van niemand minder dan Ludwig van Beethoven gaan spelen, dan zal u waarschijnlijk denken van dit kan toch niet kloppen. Edoch, het klopt wel. Maar goed, Beethoven schreef dus wel degelijk twee originele werken voor deze bezetting. We beginnen met het eerste, het vroegste. En dat zijn variaties op een heel bekende aria uit Don Giovanni van Mozart, die Beethoven ook natuurlijk kende, La cidare la mano, reik mij de hand, waarin Zerlina de liefde aan Don Giovanni bezingt en probeert zijn hand vast te houden en ga zo maar voort. U zal de aria wel herkennen en Beethoven heeft daar een hele reeks heel vernuftige, mag ik zeggen, en virtuose variaties opgeschreven. Thank you.